Misschien heb je het ook al opgemerkt, op dit moment zijn er heel veel wijnfestivals. Je ziet het als je de brochures binnenkrijgt van de reclames. In de supermarkten dus volop wijn te kopen. Allemaal wijn wat de klok slaat. Philippe Salmon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent een echte wijnfreak, hè? En jij schrijft daar ook boeken over, onder meer. Ja. Hoe komt dat eigenlijk dat er nu in september altijd zo van die wijnfestivals zijn? Want dan denk ik van, hebben we iets te vieren? We moeten gewoon weer aan de slag. We moeten die wijn weglaten. Dat is toch wijn in de aanbieding, hè? Ja, die wijnfestivals zijn er al jaren natuurlijk. En het is een feit dat ze steeds vroeger beginnen. Dus de supermarkten mikken wel een stukje op die feestdagen die er al aankomen. Voor hen, alleszins. En daardoor staan er heel veel wijnen in promotie. Het is een beetje een opbod tegen elkaar. Ze beginnen steeds vroeger. Vroeger was dat eerder richting oktober, november. Lijkt mij logisch. Ja, klopt. Maar nu zitten we toch al in september. En sommigen beginnen er al aan. In Frankrijk begint men er al aan half augustus of 20 augustus. Dat is goed voor de vakantiegangers. Dat is gewoon om een stukje om eerst te zijn, eigenlijk. Ja, je ziet door het bos de bomen niet meer. Hè. Hoe moet je nu in godsnaam een keuze maken als je echt een goede wijn wil kopen? Het is misschien nu wel het moment, hè? Het is voor een stuk het moment wel. Ja, dat stukje schrijf ik ook in mijn boek. Ik heb een boek gemaakt, Wijn in België, over alles wat er rond wijn te beleven valt in België. En daar staat ook een stukje in over de supermarkten. En daar kun je ook eens in gaan kijken, de verschillende grote supermarkten, wat zij doen en hoe je die keuze kan gaan bepalen. Er zijn verschillende criteria, maar ik denk dat de belangrijkste is, vind ik de wijn lekker? En daarvoor kun je best eens langs gaan op degustatiemomenten die alle supermarkten wel organiseren. Meestal doen ze dat op voorhand, voor het wijnfestival, maar ook tijdens het wijnfestival kun je heel wat wijnen gaan proeven. En dat is volgens mij nog altijd het belangrijkste criterium, dat de wijn lekker is. De prijs komt eigenlijk pas op de tweede plaats. Wel, maar je hebt het nu over de prijs. Je zegt daar zoiets, als ik een wijn zie van €3,50 bijvoorbeeld, dan denk ik, ja, ik ben ook al eens gaan kijken op wijnboerderij, dan denk ik, die kunnen onmogelijk een fles wijn maken voor €3,50, of toch? Ja, wel, dat hangt een beetje af van volumes. Hè. Meestal als je een wijn vindt van €3,50, zal dat van een groter wijnbedrijf zijn, zal dat van een grote boîte zijn, zoals we soms zeggen. Ik ben ook niet echt van de hypergoedkope wijnen. Ik weet niet of je daar veel complexiteit, veel hele leuke dingen in gaat terugvinden. Dat zal vaak een correct, maar eenvoudig wijntje zijn. Daar is niks verkeerd mee. Maar als wijnliefhebber ga ik toch dan liever voor een iets complexere wijn. En daar moet je toch ietsjes meer voor betalen in €3,50. Wat niet wil zeggen dat je direct naar €15, €20 moet gaan. Dat is helemaal niet nodig. Ik denk dat je in het prijssegment tussen de 5 en de zeg maar €15 prachtige wijnen kan vinden, ook in de supermarkt. Ja. Maar ik hoor jou toch een beetje twijfelen van pas toch op met die festivals. Het is niet allemaal juist. Bijvoorbeeld een Brunello di Montalcino voor €7. Ja, dat moet je niet doen, maar je moet ook volgens mij geen Brunello di Montalcino kopen. Er zijn veel betere wijnen voor veel minder. Betere wijnen. Brunello di Montalcino heeft een grote naam en is natuurlijk in veel gevallen een schitterende wijn. Maar dan moet je toch al rond de €20 of meer voor gaan betalen om iets degelijk te hebben. En dan betaal je vooral eigenlijk een stukje naam. Terwijl, om dan maar in Italië te blijven, er heel veel goede Italiaanse wijnen zijn die een stuk goedkoper zijn. Zeg, en zo in de plastic zakjes, zijn dat slechte wijnen? Nee, niet noodzakelijk. Maar ik blijf het zeggen, eerst proeven en dan oordelen. Zo'n de bag-in-box waar je naar verwijst, die zie je vaak voor goede kope prijzen. En dat ik vind het fantastisch. De typische barbecue-wijnen, en daar is ook helemaal niks mis mee. Of winterwijntjes ook. Of betere wijnen, die kan je rustig kopen en proeven. Het gaat er eigenlijk alleen maar om, vind ik hem lekker? En dan is er een basisniveau van, ik vind hem lekker, ik vind hem fruitig, het is aangenaam, het is tof, maar na een tijd wil je misschien toch iets meer. En dan ga je natuurlijk naar een iets betere wijn gaan. En dat staat allemaal in jouw boek, altijd uitgelegd. Ja, alles staat in mijn boek. Nee, dat is niet waar. Ik heb geprobeerd om een stuk een opsomming te maken van wat er allemaal gebeurt in België rond wijn. Niet alleen in de supermarkt, maar ook in de wijnhandel, restaurants, wijnbars enzovoort. Wijn in België? België is niet meteen een wijnland, hè? Nee, maar het wordt het steeds meer. En dat is ook een van de dingen die mij heel erg opviel bij het maken van dit boek. Ik heb er staan ook een 20-tal wijnbouwers in die redelijk breed belicht zijn. Ik heb al die mensen geïnterviewd, ik heb heel wat wijnen geproefd. En dan zie je toch dat de kwaliteit echt wel vooruit gaat en dat het Belgisch wijn ook niet meer zo duur is. Dus wij mogen echt wel trots zijn op wat we vandaag hebben aan Belgische wijn. Is dat ook een beetje dankzij de klimaatsopwarming dat het hier misschien wel de Bourgogne-streek van een letter? Oh ja, wie weet. Daar zullen we de toekomst een beetje voor moeten afwachten. Maar wat je wel ziet, is dat het technisch veel beter wordt. Dat je veel passionele wijnbouwers... Je hebt er ook steeds meer. Wist je dat er meer dan 200 al actief zijn in België? Waar? Heel kleine en grotere natuurlijk. Maar dat zijn er heel veel. En de technische
technische kennis is toegenomen, de passie is toegenomen, de aandacht voor kwaliteit is ook toegenomen. En zo zie je dat wij bijvoorbeeld prachtige schuimwijnen maken, van in Limburg tot in Wallonië. Dus allee, had er nu eens een meegebracht om te proeven? Ja, je kan dat zo wel zeggen eigenlijk. Hè? Ja. Vergeet. Excuseer. Nee, maar de aandacht van België voor wijn, wij zijn Bourgondiërs, wij genieten van wijn. Ja. Ja. Ik zeg zelfs ergens in mijn boek dat wij meer wijncultuur hebben dan de Fransen en de Italianen. Dat is nogal een stevige uitspraak, maar eigenlijk onze aandacht voor goede wijn en voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding is volgens mij zeker groter dan in de ons omringende landen. Plus, we hebben ook een gigantisch aanbod. Wij leven echt in een wijnparadijs en we beseffen dat soms niet, dat er op een paar kilometer van ons huis een fantastische wijnhandel zit die een aanbod heeft van in Nieuw-Zeeland tot in Frankrijk. Waar je bijvoorbeeld, als je in Frankrijk gaat, vooral Franse wijn vindt. Hè. Als je in bijvoorbeeld Italië, om maar iets te zeggen, hè, je noemde daar de Brunello. Als je in die streek, als je in Toscane gaat, ga je vooral Toscaanse wijnen vinden. Dan moet je niet gaan vragen naar een Nieuw-Zeelandse wijn, want dan gaat men je toch een beetje raar bekijken. Ja. Terwijl hier maakt het allemaal niet uit. We hebben een onwaarschijnlijke diversiteit aan lekkere wijn in België. Ja, het is echt een plezier om het eens door te nemen, het boek Wijn in België. Het is uitgegeven bij Davidsons. Meer info vind je op onze website, radio2.be. Philippe Salmon, santé, zal ik dat maar zeggen. Ja, gezond. En bedankt om langs te komen. Heel graag gedaan. De Madame met Anja Daams, Catherine van Doorn en Britt van Marsenille. Radio 2.